Hey Boekel, hey Gerrit! Hey! Wij staan hier bij de stand. Wil je wat drinken? Ja, natuurlijk wil ik wat drinken. Hoe gaat het? Slecht. Net zoals vele andere gemeenten had de gemeente Boekel ook een stand langs de route van de Nijmeegse Vierdaagse. Vrijdag stond deze stand in het Gelderse Malden om de meelopende boekelaren te steunen bij de laatste loodjes. Ze konden er ook even rustig pauzeren en energie bij tanken. Koffie, drank, ook gezond, een tomaatje of een komkommer of iets van chocola. Maar je merkt gewoon dat de mensen het fijn vinden dat ze ergens gewoon even kunnen zitten, uitrusten, praatje maken. En het is ook zo dat we onze inwoners oproepen om zich vooraf bij ons te melden. Want dan krijgen ze ook een t-shirt met daarop het Boekels logo. En dat maakt het voor ons weer wat makkelijker om ze natuurlijk te herkennen op het moment dat ze voorbij komen. Er zit heel eventjes pauze te houden. Was het eventjes nodig? Het was zeker nodig, want het is best wel warm weer hoor. Dus ja. Maar hier kan ik lekker zitten. Is het de eerste keer dat u de Vierdaagse meeloopt? Nee, het is de zevende keer en ik ben één keer uitgevallen. Dus de zesde keer hoop ik nou te halen. Is dit de eerste keer dat u de Vierdaagse loopt? Ja. En hoe bevalt dat tot nu toe? Heel goed. Ja, het is wel heel druk, maar de sfeer is ontzettend leuk. Echt heel leuk, ja. Ook de jeugd was goed vertegenwoordigd. Zowel in het deelnemersveld als langs de kant. Jij support familie hier langs de kant, hè? Ja, mijn opa loopt dit jaar voor de eerste keer de 30 kilometer mee. Dus ja, dan moest ik wel even supporten. Ben je trots op hem? Ja, zeker, ja. En is hij hier ook al voorbij gekomen? Ja, hij was hier al om 10 uur 's ochtends. Dus wij 7:15 al de auto in hier naartoe. En om 8 uur waren wij hier en om 10 uur was hij er. En hoe oud ben je? 12. Dat is best knap dat je dan al die Vierdaagse meeloopt. Dat zijn er niet veel die dat doen volgens mij. Nee, klopt. En als ze het doen, meestal de 30. En jij hebt er? 40. En hoe was dat? Ja, leuk. Maar ook wel een beetje vermoeiend en ver. Het was natuurlijk warm afgelopen dagen. Heb je daar last van gehad? Valt wel mee. En met wie loop je hem? Met papa. En is dat leuk? Ja, alleen hij zeurt heel veel. En wat zegt hij dan? Ja, van, als ik dan zeg, ja, mijn voeten doen pijn, zegt hij niet zo zeuren. En nu natuurlijk de laatste loodjes. Heeft u daar een beetje vertrouwen in? Helemaal. Ja, dat gaat lukken. Ja, zeker. Het is hier zo gezellig en ja, het komt wel goed, denk ik. Ik ga mijn best doen, want ik ben een beetje scheef gaan lopen gisteren. Maar ik hoop dat ik dat dit vandaag een beetje recht probeer te houden. Ja. Dus, ja. Maar of mensen finishten of niet, burgemeester Van der Elsen is trots op alle boekelaren die meelopen. Ja, ik heb er zoveel waardering voor. Ik vind het zo knap als je 4 dagen dit soort afstanden. Ik moet heel eerlijk zeggen, als ik hier sta, dan lijkt het zo eenvoudig. Maar ik weet hoe moeilijk het is om dit soort afstanden te lopen. Dus respect.